VVV-trainer Erik Assink had wat verstoppertje gespeeld door in de voorbeschouwingen wat namen te noemen van mogelijke afwezigen die allemaal op het wedstrijdformulier stonden. Wouter Bonke en Bart Hulsbos bijvoorbeeld. Van Wieringen kopt hier een bal weg. Funga Wien raakt hem helemaal verkeerd en Simon Brouwer schiet GVVV in de zesde minuut al op 1-0. Van Wieringen kopt goed weg voor de aanstormende Brouwer, maar dan raakt Funga Wien de bal helemaal verkeerd. Je zou het bijna een assist noemen. 1-0 voor GVVV in de strijd der achtervolgers. GVVV dat eerder dit seizoen op de Westmaat ook al met 3-1 had gewonnen van IJsselmeervogels. Dat in de achtervolging moet. Slecht weggewerkte hoekschop. De schot van de Harder en de redding van Jansen. Bronkhorst. Van Toor, Funga Wien, Bronkhorst. Bezig aan zijn laatste seizoen bij IJsselmeervogels, de aanvoerder. Tony Tol. Van Toor. En via Katipana de bal dan bij de Harder. En die maakt dat knap af, zeg. Michael de Harder. Het is toch knap van de middenvelder van IJsselmeervogels. Voor het tweede seizoen achter elkaar scoort hij geen doelpunt voor de winterstop. En nu staat hij alweer op 6. Ramic in duel met Van der Valk. Vlak naar de gelijkmaker. Hulsbos met de sliding. En scheidsrechter Huizinga ziet daar contact in en dus een strafschop. En het lijkt erop dat hij gelijk heeft. En Jasmin Ramic mag dan zelf het vonnis voltrekken namens IJsselmeervogels 2-1. De rode buigen de achterstand om. En ze moeten natuurlijk ook winnen als ze in het spoor willen blijven nog enigszins van Rijnsburgse Boys en Spakenburg. Twee ploegen die in de loop van dit seizoen allebei nog tegenstander zijn van IJsselmeervogels. Van Meegdenburg. Meegeven aan Brouwer. Bolland is helemaal vrij. Dat ziet Brouwer. En Jasper Bolland, vorig jaar afgedankt door IJsselmeervogels, schiet GVVV hier op 2-2. Met dank aan Simon Brouwer. Raymond Bronkhorst is te laat. En Bolland met de 2-2. 8 minuten voor rust. En dat is ook de ruststand voor de 1500 op Panhuis. Bronkhorst met de verre paas. De onderschepping is van Adnane, Van Hoof. Tegen zijn nieuwe club en zijn oude club spelend. De voorzet van Tol. De kopbal van Ramic in duel daar met Hofman. Ramic kop naast. Raakt geblesseerd, maar kon de wedstrijd vervolgen. Tony Kussel. Kussel met mooi. Kussel met een gevaarlijke poging. Maar hij mist het doel maar net. Hij de vervanger van Joey Snijders. Gevaar voor de defensie van IJsselmeervogels. Dat jaagt op de voorsprong weer. Met de Harder hier en de vingertoppen van Jansen. Voorkomen de voorsprong voor IJsselmeervogels. En voorkomen de tweede treffer van Michael de Harder. Van Wieringen, Katipana. Balverlies voor IJsselmeervogels. De overname is van Hofman. Via Van Meegdenburg de bal tot bij Tmim. Brouwer. Brouwer, de redding van Van Strien. Bal die weg en daar is Bolland met zijn tweede van de middag. Hij gaat weg bij GVVV. Weet nog niet waar hij volgend seizoen zal spelen. Maar zowel bij IJsselmeervogels als GVVV kwam hij niet in aanmerking voor een basisplaats. Er zijn topklassers genoeg die Jasper Bolland wel kunnen gebruiken. Hij maakt de 3-2. En GVVV is nog niet klaar. Hofman met het schot. De redding is van Van Strien. Van Eck, Van Meegdenburg en de paal. IJsselmeervogels komt hier goed weg. Maar het zou tevergeefs jagen op de gelijkmaker. Het verliest met 3-2 en is uitgeschakeld voor de titel. Ja goed, dat was sowieso natuurlijk al lastig. Maar als je vandaag had gewonnen, dan had je nog een theoretische kans gehad. Ja, dat is nu wel over, denk ik. Maar ik vind wel dat we verplicht zijn om die laatste 7 wedstrijden vol gas te geven. En het seizoen op een waardige manier afsluiten. En uiteraard ook zo hoog mogelijk te eindigen. Het is al een geslaagd seizoen eigenlijk. Als debutant in de topklasse dat je zo meedraait. Voor de KNVB-beker zover komt. We zitten nog in de districtsbeker. Ja, dat gaat misschien zijn tol eisen. Maar ik denk dat we zuinig op onszelf moeten zijn. En, we rekenen nergens op. Maar het zou leuk zijn als je stiekem nog een beetje mee kan doen.